voor deze nieuwe video. Heel goed op de herhaling. Ja, San Andreas en we kunnen alleen tafel komen. Nou, heel paar zetjes naar 70 heb gereden. En blijf gewoon ook een 7 en weer terug naar huis. En kijk, is het bijna tijd. Dus ja, misdaad helemaal. Een paar zetjes nog 1 seconde op het 1. Exact op die live is. Piet. Oh, dat pakt zoetjes. Kijk eens uit dat hij een hygiëne ding was, maar hij is weg. Ga ik hem schoonmaken. Hoera. Ik pak zoetjes bij deze missie. Ik weet exact wat we moeten doen. Disco. Pussy laten. Nog een pak zoetjes. We gaan een disco pussy laten. Oké, pak zoetjes. Ik geef op. Pak zoetjes waar. Oh, daar zie je ook je wachtrijdjes. Oh, G-Lok, baby. Oh, G-Lok in de blaze. Oh, G-Lok. Oh, G-Lok is in de blaze. Everyone's new stream. Oh, G-Lok. Oh, G-Lok. Oké, wachtrijdjes. We moeten een hoe heet dat je altijd? Een busje met een DJ-set busje. Oké, paar zetjes. Dus we gaan erheen. En ja, en ik kun in je face. Oh, Chilo, ik heb de kun in je face. Lopen die subs. Oh, Chilo. Kijk, ze zijn voor like. Oh, mijn jokje, paar zetjes. We gaan zo beginnen. Woehoe. Maar ik moet de filmpje zien. Woehoe. Maar dan begrijp ik niks van de story zijn. We moeten, oh, Chilo, kans helpen. En we doen wat een flux. Peach Party, we gaan de disco busje. Ja, zo, ik heb hier wat mooie machines. Wacht, Ali, ah, die zit er al mooi zien. Like it up, booty. Like it up, booty. Weet je dat die pakken schrijven? Ja, weet like it up, booty. Weet je dat die pakken schrijven? Nou, als je like en abonneert, ben je een echte pakken schrijver. Ja, wij zijn pakkers, 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 pakkers. Ja, als je like en abonneer, ben je een echte pakker. Strijden, 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 strijden. Ben je een echte pakker, strijden, strijder. Dat komt heel bekend voor. Echte pakker, strijder, strijder. En pakkerstrijders, hier is een pies. We moeten met de DJ praten. Dit is een feusje en die pusje daar moeten we jagen. Touw voor het diertje. Oké, ik begrijp het. Oké, we gaan erheen. We gaan een zogenaamd diertje. Ik hoop nog een beetje in. Heel onverdacht iemand die het ondertussen allemaal waarschuwt. Of kousen heen gaat. Als het goed is. Oké, pak zetjes. Ja, we gaan ons dansen. Pak een bakzijtje. Nee, bakzijtje, we gaan ons dansen. Oké, nootjes, we moeten 2500 halen. Of hoger. Dan naar binnen mogen. Pak je bakzijtjes. Sweat motors aan. Nee, wacht eens. Oké. Wacht eens, kijk, die gaat heel lekker naar huis. Die gaat heerlijk. Oké, wacht eens. Oeh, de dans gaat goed. Oké, wacht eens. Oeh, naar onderen. Boven, oké, wacht eens, gaat naar huis. Dan moet ik eens. Oké, zijtjes, we zijn bijna op de helft. We zijn op de helft. Oké, pak zijtjes. Go, 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 oké. Zwetmoot aan. Hop, hop, hop. Ja, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Die had toch gemist. Nee, die had toch gemist. Wat een oetlo, wat een oetlo. Oké, nice. Pak zijtjes, weet je wat ik vandaag al zag gedaan? Poes waarschijnlijk niet, band. Oh ja,
Als je een poosje was, was het echt wel dus over een slootje heen springen. Nee. Maar het ging dus mis om over een slootje te springen. Dus ik naar die we namen af een aanloop. En toen. Ik ga nog wat gebeurd. Nee. Toen was een plan. Om over het slootje heen te springen. Maar net goed. Oké. Maar we gaan nu naar het busje toe. We mogen een tientje busje zien. Ik bak ze heel stelen. Oké, bak ze. Go. Je bak ze. Ik kwam mijn houtjes afmaken. Ik was met een vriend aan het zweven. Dus ja, en we waren bij een slootje. Dat was niet zo heel groot slootje. Van 3 meter misschien. Nou ja. Wat meer, wat minder. En toen dacht ik, ja, we konden ook een beetje omlopen. Dat was bij het bos. Konden kiezen of we springen of een slootje of lopen. Een heel klein stukje om. Dus ik dacht, ja, ik spring over een slootje heen. En mijn vriend zou er ook overheen zijn gesprongen. Als het mij zou lukken, zou ik ook hebben gesprongen. Maar als ik midden in een sloot zou vallen, dan zou ik niet hebben gesprongen. Zo'n wetenschapje dus. Dus ja, dus ik dacht, ja, ik ga dus mooi over een slootje heen springen. Dus ik helemaal moest zwet een adem maken en dan spring je niet. Dan loop je tussen sloot in. Wat ben ik ook achterlijk. Dan weet je wanneer je ook achterlijk bent. Als je niet like en abonneert, ben je ook achterlijk. En we zien ook heel grappig. Laatst had ik ook kletsvoet gehaald. Ik heb echt heel vaak kletsvoet. Ik ben een paar keer in de week. Goed, maar zes is een paar dagjes geleden had ik ook kletsvoet. Want toen had ik een stoel gemaakt. Die gewoon ergens stond. Ja, gewoon gepakt. Dat maakte niet veel uit, die stoel. Maar goed, maar zei, die was dus een witte stoel van plastic. Die waren wel bij Combat en zo. Een extra stoeltje. Die nu uit vissen worden, zo'n werkbaar stoeltje. En ik dacht, joehoe, stoeltje. Dus dat was 18 graden of zoiets. En dan ging ik met de stoel gooien in het water. En dan ging ik op de stoel springen en wou ik zwemmen met de stoel. Ik wou dus althans een soort van met een stoel als poot gebruiken. Om dat ook nog op de sloot te gaan. En ja, je ziet er al aankomen. Een paar jongens in een stoel. Hoppatee. Kletsvoet. Toen had ik ook kletsvoet. Omdat ik met een domme stoel op het water ging zwemmen. Ik gooide zo'n stoel in het water. Ik sprong erheen. Ik had hem tegen de kant opgelegd. En dan lag hij half in het water. En dan zat ik dus zo half in de sloot, half weer bij de stoel, zat er lekker en gleed ik uit. En dan bam, kletsvoet. Wat, geen geld. Wat zijn dit voor kop, sokken, piece of shit. Nou, rode tomaten. Loeien. Wat is het? Wat is het, politie agent? Wat is je? Hallo. Happy Play Bunnies. Heb je lekker 2 Play Bunnies? Oeh, Play Bunny, politie agent, die Play Bunnies. Ja, hoe lekker de dingen? Ja, heb je een lekkere Play Bunny? Wil je mij anders hebben? Oh nee, ik kies toch voor de vrouw Play Bunny. Hey, vrouw Play Bunny, vol graag. Wat doe je als die? De man met de Play Bunnies gaat terugvechten. Kom maar. Niemand zou dit zien. Yeah. De politie is voor 1 hoer dat je hebt geslagen. Wat doen ze toch? De wereld moet niet gekker worden dat je 10 politie's hebt. Echt ja, ik ga en politieauto's omdat je een hoer hebt geslagen. Hé, we zijn lekker te wandelen, hè? Kijk, hij volgt me ook nog. Kijk, je bak zetje. Eens kijken, wat doet hij? Oh nee, Bak, zei je dit eind van de video is. Like en abonneer. Je weet, en als je niet like en abonneer, ben je Oetleeuw en Antipak, zei je. Ik ben ondertussen lekker aan de wand ook. Zijn geprint! Oh! Bak, zei je, wat een mop!
Kijkbaar zegt hij, ze had geen andere tactiek ingedrukt dan je moet snel klikken. Maar niet te snel dat je gaat springen. Dan gewoon wat klikken. Oké, maar ik denk dat dit de einde van de video is. Like naar beneden. Dan ben je een echte pakkerscheider. Nou, als je niet like naar beneden, ben je een anti-pakkerscheider en een enorme oeslo. Dus like en abonneer. 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 Oh, je hebt misschien ook een grappig verhaal. Ik was een keer bij de gele glijbaan. Bij jou de zwempad voor zwemmen. Dat was zo'n fotoding. En dan tekent dus mijn onderbroek uit net voor de foto. Van het van jouw zwembad. Het zwemmen. En dan kwam ik dus met een foto op. Dan kwam ik dus met geen onderbroek aan op de foto. En dan zag je me lopen op een foto bij de gele glijbaan. Wat een goeie mop. Je moet echt zonder onderbroek en zonder zwembroek van water glijbaan afgaan. Je wil echt niet weten hoe snel dat gaat. Dat gaat echt zo snel. Doe dat. Ja, ik voel het zwemmen goed aan. Van gelijk vanaf. Postman, postman, postman. Het is postman, superman.